Nou, als je het hebt over paniek, dat was echt totale paniek. Die mensen waren echt gewoon nog helemaal de weg kwijt. Die stonden daar inderdaad met hun kattenmandje en de paar dingen die ze mee hadden genomen in een plastic zak. En dat was het wel een beetje. Vorig jaar februari begonnen, april, sorry, met een groep van 68 bewoners. Die zaten op campings in de buurt. Die werden opgevangen door vrijwilligers van de buurt. En die zijn op één dag eigenlijk hier binnengekomen. Dus dat was een hele gezellige aankomst. Een aantal bussen vol met mensen. Dat hadden we uiteraard voorbereid van tevoren. Dus alle kamers waren al klaar, de bedden zelfs opgemaakt. En eigenlijk ging dat heel soepel. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik mensen trof die zo rauw direct uit de oorlog kwamen. Meestal de mensen die, ik zie je misschien ook jij in je herkenbaar carrière ook. Ja. Dat zijn dus vaak mensen die al langer onderweg zijn geweest of die vaak al iets langer in Nederland zijn. Ik ben hier begonnen op het moment dat, dat ze hier aan het opknappen waren. Dit gebouw heeft 6-7 jaar leeg gestaan. Daarvoor was het trouwens in beeld voor de COA, maar dat even terzijde. In de tussentijd is hier alles uitgeslopen wat er maar te slopen viel. Koperdieven, loods, cv-ketels, noem maar op, het was allemaal weg. En het eerste wat ik zag was ongeveer, ik denk 200 mensen die hier aan het werk waren hier. Van een aantal Winterswijkse firma's, daar ben ik echt heel trots op. Die hebben gewoon op een gegeven moment al het werk aan de kant gegooid en die zijn hier gaan klussen. Ja, binnen ik denk 4-5 weken was het hier gewoon weer bewoonbaar. Dat is onvoorstelbaar. Mensen hoeven dus niet door een gewone asielprocedure, hoeven niet heel lang te wachten. Mensen kunnen eigenlijk gelijk hier kunnen onderdeel van de samenleving worden, kunnen aan het werk. Nou, je bent van tevoren natuurlijk op de achtergrond al bezig. Hè? Ik ben aan het kijken naar verbanden op de bewonerslijsten van wie zij horen bij elkaar, families, vrienden, waar komen ze vandaan ongeveer. En dan ga je een inschatting maken van goh, hoe ga ik het gebouw indelen, want het was nog helemaal leeg natuurlijk. Dus die luxe heb je. En we zijn begonnen met de benedenverdieping, alle oudere mensen, mensen die slechte been zijn, dat soort mensen die dat echt zijn behoeven. Want we hebben geen lift in het gebouw, die zijn er wel, maar zijn kapot. Ja, zo ben ik gaan invullen. Wat we daarvan van moeten leren, want we kunnen natuurlijk eigenlijk continu zeggen van oh jeetje mina, dat is toch eigenlijk niet eerlijk. Gelukkig wat ik zie is dat er ook heel veel Nederlanders zich inzetten voor alle Syriërs, Afghanen, Irakezen, Jemenieten, allerlei zeker, andere mensen die hier naartoe komen. Gelukkig maar, want die hebben dat ook heel hard nodig om hun weg hier te vinden. Maar ik denk dat we een aantal dingen fundamenteel anders hebben gedaan. En laten we dat alsjeblieft zo snel mogelijk ook voor die andere mensen gaan doen. Want nou, ik denk dat, dat die mensen daar beter van worden, maar wij als samenleving uiteindelijk ook. Er zitten dan 170? 178. 178 ja, mensen, ja. Die moeten met elkaar samenleven in een plek die niet de hunne is. Ja. Levert het spanning op of gaat het goed? Het gaat over het algemeen goed. Deels is het eigenlijk gewoon een soort normaal flatgebouw. Mensen leven hun leven hier. Ze werken ook heel veel. En kinderen gaan natuurlijk naar school onder andere. En daarnaast zie je wel onderling hele sterke banden met elkaar. Ze helpen elkaar met boodschappen bijvoorbeeld, of als er wat gebeurd is. Dat zie je wel duidelijk gebeuren. Dan moet ik wel bij zeggen dat wij bewust heel weinig huisregels hanteren. De keukens zijn s'nachts gewoon open. De wasruimte ook. Die is mij thuis namelijk ook open, hè, de keuken. Als ik een glas water wil pakken, dan moet ik naar de keuken kunnen. En dan zie je wel dat het wat ontspannender is in het gebouw. De mensen die hier komen, zijn ze ook tevreden over de huisvesting? Ja, over het algemeen wel. Ze vinden de kamers wel wat aan de kleine kant. Dat is ook wel zo natuurlijk, hè? Een oud verzorgingstehuis. Maar ze hebben wel een eigen badkamer en een wc. Dat is natuurlijk een relatieve luxe natuurlijk, hè? Voor mensen die ontheemd zijn. Er zijn wel wat spanningen, dat merk je wel. Hè? Je ziet wel af en toe sociale klassen verschijnen of je ziet tegengestelde belangen. Ja, ik heb hier een team zitten die dat heel goed voelt. De bewoners komen ook heel gauw naar ons toe, daar ben ik heel blij mee. En ja, het is vaak gewoon signaleren en vroegtijdig oplossen en bespreken maken. En dat gebeurt vooral onderling, moet ik zeggen. Dat doen ze vooral met ze onderling. En als het echt niet lukt, ja, dan komen ze bij mij. Waar werken ze? Nou, het is heel gevarieerd. Van de horeca tot en met transport, tot en met distributiecentra. Echt eigenlijk overal in het dorp en omstreken. Nou, mensen mogen nu aan het werk, maar zijn soms natuurlijk nu kleine baantjes aan doen. Dus die werken even in de horeca of eventjes in een fabriekshal, weet ik wat. Terwijl ze misschien eigenlijk wel veel meer kunnen. De kinderen gaan naar school. Er zijn onderling ook al verbanden in het dorp, hè, contacten ontstaan. Ook dankzij de WU overigens, de inzet die jullie hebben gepleegd. Maar bijvoorbeeld ook bij muziekverenigingen en bij de kerk. Ja, dat is wel mooi om te zien. Dat, dat begint zich een beetje te zetten. Daarentegen zie je wel natuurlijk de drive van de bewoners van, hè, we zijn een staande voor ons land, we willen eigenlijk ook wel terug. Ja, niet iedereen, denk ik. Maar ja, dat maakt het wel heel moeilijk voor onze bewoners, denk ik. Het is gewoon die constante tweestrijd. Hè. En wij proberen ze maar zo goed mogelijk te huisvesten. Met een glimlach, een huil, een traan, een klap op de schouder. En deze groep blijft hier ook of is er wisseling in? Gaan ze weer door, komen er anderen bij? Nee, het is een hele vaste groep. Eigenlijk de mensen die vanaf het begin hier zitten, zitten hier nog steeds. Zo heel af en toe vertrekt er iemand, maar dat is eigenlijk minimaal. Ik denk dat voor nu natuurlijk eigenlijk de belangrijkste vraag voor iedereen is de lange termijn.
Dat geldt voor de mensen zelf, die natuurlijk daar soms ook heel verschillende ideeën nog over hebben. Hè. De situatie is echt significant anders als die van reguliere asielzoekers. Omdat de helft van het gezin meestal natuurlijk nog in Oekraïne zit. En tegelijkertijd zijn het heel veel mensen met jonge kinderen die natuurlijk hier in hun leven aan het investeren zijn. En die ondertussen natuurlijk uit gebieden komen. Nou, dat zien wij ook allemaal iedere avond op televisie. Die natuurlijk zo ontzettend kapot zijn dat je je natuurlijk ernstig moet afvragen of je, als je een 5-jarig kind hebt, of je daar natuurlijk de komende jaren naar terug gaat. Oekraïners zijn dankbaar voor de Nederlands hulp en voor de steun. Dankjewel, Nederlanders. Oh.